vandaag is Valentine's Day. En papa gaat je verrassen met een schilderij vandaag, omdat jij voor papa altijd schilderijtjes maakt. Dus vandaag is het mijn beurt. Even kijken. Dit is je kamer. Wat gaan we nodig hebben? Daar gaat je maar. We hebben dit hier nodig. Daar is veel goederen daar. We hebben nodig. Nope. Dit zijn schoolspellen. Oh, yes. Dit. Ik weet niet welke kwasten er zijn, maar we gaan gewoon allemaal nemen. Heb je glitters? Misschien kunnen we glitters voor je schilderij zetten. Gaat mooi zijn. Of niet? Ik weet niet. Even kijken. We hebben hier nog een reserve. Woehoe! Dit zijn alle schilderijen die Dakota voor papa heeft gemaakt. Hartjes, regenboogjes, kerstboompjes. En kijk papa met zijn biggie afro. Zo, Dakota, dan gaan we beginnen. We gaan beginnen met blauw. Ik ga nog niet zeggen wat het was. De kleur alvast aan de kant zetten. Dit is een soort primer water voor iets. Laten we zien wat ik heb hoor. Wat heb je hier allemaal? Right. Alvast een beetje blauw doen. Zo. Dit pakken. Dus. Zo niet. Ik ga het gaan worden. Nu gaan we alles helemaal blauw verven. We beginnen boven. Kwast een beetje. Alles helemaal blauw geworden, Ko. Dan gaan we straks verder. Zo, wat gaat het worden, Ko? Wat gaat het worden? Lijkt dan op wat, hè? Eén kant. En die andere kant. Dit is een hartje voor Dakota. Want papa houdt heel erg veel van je. En het is Valentine. Zo, dan hebben we al een haartje nu. Een mooi stukje opgeschoten. Vind je het mooi? Zoals je ziet zijn we mooi ver gekomen. En nu voor die finishing touch, die spatjes.
Het was echt heel leuk om te doen op Dakota. Ik wens dat je hier zo was om het te doen en om ermee te helpen, want ik weet dat je dit echt leuk zou vinden. Hey Ko. Ik hoop dat je je schilderij mooi vindt. Ik heb een hartje voor je getekend, omdat papa heel erg veel van je houdt. Happy Valentine, babes.